De WMO, ofwel de wet maatschappelijke ondersteuning, wordt niet inkomensafhankelijk. Dat heeft de rechter verboden. Met de WMO kunnen mensen met een handicap onder meer huishoudelijke hulp inkopen. Door het besluit van de rechter gaat er een streep door de plannen van het college om de WMO inkomensafhankelijk te maken. En daarmee zou 6 ton worden bezuinigd. Het is een financiële tegenvaller, want um, ja, we moeten bezuinigen op de WMO omdat zeg maar, de groei van het aantal aanvragen is groter dan het budget wat we krijgen van het Rijk. Uh, ook in de toekomst komen er nog bezuinigingen van het Rijk op de WMO met de ondersteunende begeleiding. De wethouder moet nu kijken hoe ze het financiële gat gaat dichten. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er een hard hoofd in heb. Want uh, ja, we zijn al aan het kijken. He, we hebben gezegd: van, we gaan heel kritisch kijken. wat houdt die huishoudelijke hulp in? We hebben het strijken er al uitgehaald. Uh, we zijn eigen bijdrages gaan invoeren voor de scootmobiel. Uh, ja, op een gegeven moment uh, is de rector ook uit, zal ik maar zeggen. Binnenkort staat de WMO op de politieke agenda in Eindhoven.